to be much faster these days if global trade is to flourish. The transcontinental railroad is all well and good, but it's far too inefficient for the constant growing needs and large quantities of goods in transit. But there is one project that promises to redress this, a ship canal that connects the oceans in the east and west. In this way, large amounts of cargo can be transported easily and conveniently. He who controls this canal controls global trade and thus the entire world. Welkom terug bij Transport Fever. Het is heel lang geleden dat ik dit heb gespeeld. Maar ik ben weer terug. Ja, ik was eigenlijk net al 10 minuten bezig om verder te gaan met waar ik was gebleven in deze campaign. Alleen dat het ging fout, want ik ging failliet 10 minuten nadat ik weer was begonnen. Oh wacht, dit is het probleem. Nee. Ja, dus je ziet dat ik weinig geld heb. Dus ik ga gewoon restarten. Gewoon clean start. Ik had het eerste deel had ik in een aflevering, zeg maar, al een half jaar geleden gemaakt. Maar ik heb die aflevering nooit online gezet. En dat ga ik nu dus ook niet meer doen, omdat ja, het was best wel een disaster. Maar laten we dus opnieuw gaan beginnen. Schone lijn. Their coffers are empty and thousands of workers have fallen to a mysterious illness. This is the opportunity for our great nation. The construction of the canal requires great logistical skill. The debris that accumulates during the excavation of the canal needs to be removed. And the workers need to remain as healthy and well-fed as possible so that things proceed as quickly as possible. Let's help with the construction project of the century. Okay. First of all, the workers we've enticed here from the nearby islands require supplies. They need wood to build primitive accommodation and enough sustenance so that they don't just keel over. Some of them look quite sick. Okay. Ja, het voordeel is dat ik dit gedeelte dus al gespeeld heb. Ongeveer 3 kwartier. Dus ik weet inmiddels wat ik moet doen. Maar wat we dus moeten doen is graan van de boerderij hier naartoe brengen. Naar de workers, zeg maar. Naar het warenhuis. En wood moeten we hier naar brengen. En misschien ook hier. Later moeten we dat hier brengen. Wat ik de vorige keer had gedaan, was een dure treinlijn gestart. Maar ik denk dat dat niet de juiste manier is. Dus we gaan het nu anders doen. Ik ga gewoon volledig baseren op vrachtwagentjes. Dus, want ik denk dat dat veel beter werkt. Vooral omdat de trein dus heel erg duur was. En zoals ik al zei, ik ging de eerste keer dus failliet. Dus dat moeten we niet hebben. Ja, laten we een large truck station. Ja, het kost niet zo heel veel geld dus. We moeten er eigenlijk ook eentje hier. Dus het zou helemaal top zijn als we ze alle 2 kunnen connecten. En dat kan precies niet. En misschien als we hem hier op de rand zetten. Nee. Hij wil hem precies niet. Misschien kom ik ermee weg als ik hem zo doe. En dan een small street. Die kant op. En een small street. Die kant op. Wat zegt hij er dan van? Kom op. Moeten we hier gewoon op klikken. Ja, nu pakt hij ze allebei. Oké, dat is mooi. Dat is precies wat ik wilde. Waar gaan we nog meer truckstations? Nou, voor nu eigenlijk alleen dus bij die graan. Die graanplek. Zo. En dus bij deze plek.
En de rest komt later. Maar we moeten er sowieso nogal meer. Ja, oké. Okay. Dus ik ga niet heel veel geld besteden aan, railways en treinen en weet ik veel wat. Dus dat is denk ik een goede stap. Iets wat ik geleerd heb van de vorige game. Dus laten we gaan kopen. Ik weet niet eens meer waar dat moet. Nee, laten we eerst een lijn gaan maken. Twee lijnen eigenlijk. Eentje die zo gaat. Dit wordt de grain truck line. Ik vind het altijd handig om het zo te noemen, zodat ik weet wat het is. En nieuwe lijn. Die gaat zo. En dat wordt de logs trickline. Oké. Dan hebben we natuurlijk voertuigen nodig. Dan moeten we naar de boven. Ja, dat klopt. Ja, duidelijk de beste is deze, maar dat is natuurlijk ook by far de duurste. Maar zoals ik al zei, ja, besparen we sowieso al heel veel geld. Omdat we niet in treinen investeren. Dat gaan we sowieso later wel doen, want treinen zijn al eenmaal onmisbaar. Maar voor nu laten we dat niet doen. Ik wilde drie kopen. En die zet ik dan op die lijn. En dan wil ik er nog drie in de andere kleur. Ik denk deze kleur. En die zet ik dan op die. En dan wil ik die lijnkleur nog even veranderen. Zo. Alright. Dit zou nu moeten gaan werken, denk ik. Die is geel. Die is bruin. Die is ook bruin. Oké. Okay. Ik vind trouwens deze weg niet heel erg mooi. Oh, die neemt gewoon een andere route. Oké. Okay. Wat? Waarom neem je. Ah, oké. Okay. Het zal omdat het zo geprogrammeerd is. Nee. Nou ja, het zal wel. Gewoon laten gaan. Dus dat duurt even voordat dat op gang komt. Voor de rest hebben we op dit moment dus niet echt wat te doen. Laten we even kijken naar de map voor de rest. We hebben hier Colon. Daar de Atlantische Oceaan, zeg maar. Gamboa ligt in het midden. Hier moet dus dat nieuwste kanaal komen. En hier ligt Panama. De hoofdstad van Panama. En ja, voor de rest is er niet zo heel veel. Je hebt hier planken, planken, planken. Dit lijkt me een soort van steen. Oh, dit is een dam. Of er komt hier een dam, denk ik. Ik weet niet precies. Hier is nog meer steen. Respected doctor has found out why the workers are constantly falling ill. A plague of mosquitoes is to blame for the spread of the yellow fever that is decimating the people. We should drain the swamps in which the infected mosquitoes are breeding like crazy. Until the problem has been resolved, we will face increased costs as we constantly need to import new, inexperienced workers. Oké, okay. Dus we hebben het probleem dat er te veel mosquito's zijn die yellow fever overdragen. Oké, okay, dus we should drain the swamps en daarvoor hebben we planken nodig. Waar halen we de plank vandaan? Nou hier. Dus wat we al hebben gedaan is dat we een lijn hebben die hier hout ophaalt en hier naartoe brengt. Daar moeten we 16 van hebben, maar ook hier naartoe brengt zodat er planken gemaakt kunnen worden. Planken worden natuurlijk gemaakt van hout. Dat is logisch. En die planken moeten we dus hier
Ja, hier, hier en hier naartoe brengen. Dat zie je hier, swamp 1, 2 en 3. Dus dat gaan we doen. Dus we gaan... ja, wat is het handigst om te doen? Gewoon drie losse lijnen. Ze zijn op zich allemaal goed bereikbaar, dus... Dat lijkt me niet zo'n probleem. Maar we krijgen hier meteen het volgende probleem. De Panamanian Golden Frog. There is a risk of rare animals becoming extinct soon if we flatten their habitats. The doctor thinks this would be highly regrettable. The more damage we cause to these areas, the faster the golden frog's chance of survival will fall. We can counteract this effect through reforestation. Oké. Dus wat we nu zien is dat het om het behouden van de golden frog gaat, de gouden kikken. En dit zijn de plekken, zeg maar, waar ze soort van leven. Dat zijn vier cirkels. En wat we kunnen doen is, zeg maar, boompjes plaatsen. Ja, in die cirkel. Dat is een heel irritant werkje, maar het helpt wel. En als we, zeg maar, dit nummer naar 80% krijgen, dus hoe meer bomen we plaatsen, hoe beter. Ja, dan overleven de kikkers het. En dan is iedereen blij. Maar dat ga ik zo meteen doen. Het is een heel irritant werkje voor de rest. Maar voor nu ga ik eerst die lijnen neerzetten. Dus ik wil de line manager. En dan hebben we dus een lijn hier vandaan naar... Oh ja, ik moet natuurlijk eerst... de truckstops neerzetten. Truckstations. Dus eentje hier. Waar is de volgende? Hier. En nog één hier. Ja, dus wat ik de vorige keer had, was echt een hele trein die, zeg maar, al die punten voorbij ging. Maar ik denk niet dat dat... Dat was ten eerste gewoon heel erg duur. En ten tweede weet ik niet of het per se efficiënter was. Dus ik ga het nu op deze manier proberen. Line manager. Line 1. Ja, op zich hoeven we maar 10 te verplaatsen. Dus ik denk dat we niet al te veel trucks gaan gebruiken. Hoe kunnen we een... Het stop. Oké, dit wordt swamp. Nummer 3 line. Is dit swamp nummer 3? Oké, dat is daar. Ta-ta-ta-ta-ta. Waar ben je? Zo. Oké. Ik denk dat we ze allemaal een beetje dezelfde kleur geven. Dus laten we zeggen deze paarse kleur. Want ze doen eigenlijk hetzelfde, dus. Vandaar. Oké, nieuwe lijn. Oh, we hebben een nieuwe... Cargo, ik zet de tijd wel even wat langzamer. De swamp. Two line. Die gaat van... hier... naar... hier. Die geven we dezelfde kleur. Dat maakt dus niet zoveel uit. En de... swamp one line. Die geven we ook dezelfde kleur. En nee, deze wil ik. Die doen we vanaf hier naar hier.
Oké, dan moet ik ze allemaal. Terwijl. Ja, waarom dit steeds gebeurt? Ik heb geen idee. Dan werkt mijn keyboard niet als ik zeg maar gewoon mezelf wil verplaatsen. Heel irritant. Bayroad Vehicles. Misschien. Nou ja, op zich is hij ook maar tiende. Laten we het gewoon zo doen. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voor elke zet ik er 2 op. Deze gaat. Kom op. Waarom krijg ik niet de auto te zien? There we go. Deze gaat de 1 line doen. Deze gaat de 1 line doen. Deze gaat naar 2. Deze gaat naar 2. En deze dan natuurlijk naar 3. Oké. En ik wil die lijnkleur nog even veranderen. Zo. We maken trouwens winst. Dus dat is goed. Niet heel veel, maar. It's okay. En dit is al bijna voltooid. Dus dat is mooi. Dus wat we nu kunnen doen. We hebben al een paar bomen geplant. Maar hier kunnen er nog heel veel bij. Dat kan je zien. Dus. Ja, zoals ik zei. Niet het leukste werk. Maar. Het moet nou eenmaal gebeuren. Wil je een medaille krijgen in dit spel? Dus ja, laten we gewoon in elke cirkel gewoon wat bomen neerzetten. En als dat niet genoeg is, dan doen we dat zo meteen weer. Ik bedoel, we verrichten in ieder geval goed werk. Dat is het belangrijkste. Maar je ziet al dat het percentage iets omhoog gaat en dat de trend rising is. Dus dat betekent dat dit nummer nog, of dit cijfer nog, dit percentage nog steeds omhoog gaat. Dat wilde ik zeggen. Nu weet ik niet meer welke ik wel en welke ik niet heb gedaan. Die heb ik sowieso gedaan. Deze nog niet. Kijk, nu is het 53%. The Culebra Massif is blocking the way to the Pacific. A cutting needs to be made through it deep and wide enough for the biggest of all the ships. But the excavated earth will need to go somewhere. Part of it can be used in the construction of mighty dams and locks. Then we'll have to dump the rest somewhere so it's not in the way. Oké. Dit gaat allemaal een stuk sneller dan de vorige keer trouwens. Want toen was ik. Ik denk dat ik nu 20 minuten bezig ben. Ik ben verder dan toen in 50 minuten. Maar ja, dat is het voordeel als je alles al een keer hebt gedaan. En toen ging ik natuurlijk een hele uitgebreide trein rails bouwen en zo. Met alles erop en eraan. Wat moeten we doen? Transport the excavated material from the canal dig site to dam west and east. Oké. Waar is de dig site? Oké, dus hier wordt dat kanaal geboord. En Dam West is helemaal hier. Oké, dat is wel ver. Dam East is iets dichterbij. Waar was ze? Oké, dat is redelijk dichtbij. Ja, nu denk ik toch wel dat een terrein het beste gaat werken. Ja, want we moeten 5000 stenen verwijderen. 5000? Oké, dat is wel heel veel. Oké, train station voor cargo.
Ja, we moeten dus eigenlijk niet door dit terrein. Omdat dan beschadigen we de kikkers. En dat moeten we niet hebben. Ja, ik ga hem zo bouwen. Is dat wel goed genoeg? Dichtbij genoeg? Vraag ik me eigenlijk af. Ja, oké. Train station. Hier, toch? Dit is Dam East, dacht ik. Nu weet ik het niet meer. Ja, dit is Dam East. Oké. Dus nu gaan we alsnog veel geld uitgeven. Maar we hebben 7 miljoen. Dus dat is aardig wat. Ik denk dat we hier gewoon een. Kunnen we hem iets. Hier is het sowieso goedkoper. Oké. Volgens mij pakt hij hem niet. Ik kan het niet zien. Nee. Dit is vervelend. Want als we het zo doen. Ja, dan pakt hij hem wel. Oké. Opgelost. En de laatste. Ja, die is wel heel erg. Ah, kunnen we dat niet misschien beter met een boot doen? Ah, we kunnen geen boten gebruiken. Dat is jammer. Dat is jammer. Dan doen we het alsnog met een freight station. Small country road. Dit is een beetje een onhandige route, maar oké. Yes, it works. Wat doen we dan? Dan gaan we de tracks maken. Wat is het verschil? Ja, het probleem is dus dat alles duurder is door die ziekte, omdat mensen continu ziek worden. Dat is vrij irritant. Laten we even de contourlijnen aanzetten. Hoe doen we dat ook weer? Hé, dit is nieuw. Track speed limit. Dit ken ik niet, volgens mij. Oké. Ik weet niet 100% of dat nieuw is, maar ik ben geneigd te zeggen van wel. Oké. We moeten even goed nadenken wat we hier gaan doen. We moeten hier sowieso omhoog. En ja, dit is een erg dure onderneming. I've got to say. Oké. Get it down. Het is niet de goedkoopste onderneming. Tunnel hier.
Oh, heb je dat ding nou de verkeerde kant op gezet? Oh man. Oké, dat is niet praktisch. Ja, daar kan ik nu ook niks mee. Dus die moet weg. Dammit. Nou, laten we maar gewoon zo'n ding neerzetten. Oké. Terug naar de track. En wat een... Wat een irritant terrein is dit. Volgens mij zitten we echt ontzettend laag. Dit is... Oh man. Dit spel soms. Waarom wordt er zo een diepe tunnel gegraven? Het is niet iets wat ik wil. Oké, ik ga vanaf de andere kant. Het is een dure grap. We hebben de treinen nog niet eens. Oh, dit stuk kost hem zoveel geld. Ja, en dan moeten we dit nog. Oké, eerst maar even die bocht gewoon. Laten we een houten brug maken. Dat is denk ik iets goedkoper. Ja, we moeten over het water. There's no other way. Hopelijk belemmert dat niet zometeen de schepen. Oké. En voor de zekerheid. Nog maar een rails maken die zo gaat. Alright, wat een gedoe, maar we komen er wel. We hebben nog 2,8 miljoen, we moeten eerst een depot neerzetten. Train depot, die zetten we bij de dam neer dan, of bij de, ik weet eigenlijk niet eens wat het is. Oh, hier wordt natuurlijk dat kanaal gebouwd. Ja, dat is het.
Is het handig om hem zo neer te zetten? Ja, ik vind dit altijd wel prettig. Hoewel, daar kan ik hem niet echt uitbreiden. Ik zet hem in. Kan dat? Oké. Okay. Is goed. Dan doen we dat zo. Dit kost niet zo heel veel geld ook. En het voordeel is, je kan hem zeg maar gewoon eruit laten gaan en dan kan je hem gewoon omkeren. Dus dat is niet zo'n probleem. Laten we gewoon beginnen met één trein. Want we hebben niet veel geld. Ik zou zeggen, deze is leuk, maar heel erg duur. En wagonnetjes zijn ook heel erg duur. Het maakt niet uit naar welke we het brengen. Welke van deze twee? Oké, ik ga de iets duurdere optie nemen. Hopelijk zijn de wagonnetjes niet zo duur. Oh, cool. Oké. 218, dat valt mee. Alhoewel, deze gaan maar tot 1907. Of nou ja, zijn al zeg maar aan de oude kant. Ik denk dat je beter deze kan hebben. Maar die zijn dus heel duur. Daar kunnen we er maar drie van. En 3 keer 12, dat gaat niet heel erg snel dan. Stone hebben we nodig. We kunnen een oude gondola nemen, maar ja, die kan ook maar 7 dingen meenemen. Dus ja, daar heb je ook niet zoveel aan. Stone. Ja, ik denk dat we de. Oeh, dan zijn we wel bijna failliet. Nee, ik denk, ik hou een buffer. Ik laat dit gewoon rondgaan. Weet je wat ik ga doen? Oké, ik weet wat ik ga doen. New line. De Dam East Dump Train. Wat ik ga doen is van dit station. Van dit station naar. Dit station. En daar laat ik het vooralsnog bij. Ik wacht gewoon totdat dit misschien wat geld gaat verdienen. En dan kan ik extra wagonnetjes en misschien zelfs wel een extra trein kopen. Waar wachten we op? Wat moeten we doen? Hierop klikken. Oh, ik moet hem eerst. Ja, dat moest ik doen. Kan ik hem niet gewoon uit laten rijden? Just drive, man. Oh, oké. New line. Oh nee, niet new line. Line manager. We doen het andersom. Ik denk dat het dan wel werkt. Geef ook een mooie kleur. Gewoon zwart. Wat is deze line 1? Die willen we niet.
Oké. Let's go. Trein. Wat? Waarom? Oh, is dit ding. Nee, dit ding klopt. Dit klopt allemaal. Dan kan je hier gewoon naartoe. Tunneltje. En dan daar. Oh, ik heb toch geen passenger gekozen, hè? Ik heb een passenger gekozen. Of niet? Nee, toch? I'm so confused. Nee. Dat is niet het probleem. Dit is het probleem, denk ik. Alhoewel. Maybe not. Oké, ga weg. Ja, dit is het probleem. Oké, ik dacht dat dit goed was. Ik dacht dat hij het automatisch had voltooid. Blijkbaar niet. Dit kost zoveel geld. Tunnel is goedkoper. Oké. Nu zou hij het moeten doen. Trein. Waar is mijn trein? Here we go. Alright. It's good to go now. Hoe gaat dat hier? Tijd even wat langzamer. Line manager. Ja, oké. Deze maken allebei gewoon winst. Dus dat is prima. Misschien kan ik er eentje extra zetten op de. Worden er al planken geproduceerd? Ja, oké. Okay. Heb jij planken bij je? The money is slipping through our fingers, people. We'll soon be bankrupt. But if we're prepared to grovel on our hands and knees, our financiers will grant us a